Nou was ik dus net onderweg naar huis. En toen trok opeens iets aan de waterkant, dat trok mijn aandacht. Dus ik dacht, wat is dat nou? Lijkt wel een schildpad. Even gestopt. Wat denk je wat? Ligt er dus gewoon een schildpad te zonnen langs de waterkant. En dat verwacht je niet, want Nederland is eigenlijk helemaal geen schildpaddenland. Dus van nature komen hier ook eigenlijk geen schildpadden voor. Maar ja, de reden dat ze hier nu wel zitten is iets minder leuk. Dat is waarschijnlijk omdat hun baasjes ze hier losgelaten hebben. Die gingen dan op vakantie of die schildpadden werden wel heel groot. En dan dachten ze nou, hop, het water erin ermee. Hier zo liggen er nu twee. Die liggen hier lekker te zonnen in de rietkraag. Verderop lag er nog eentje. En die zag ik eigenlijk als eerste. En toen stopte er iemand die zei, ah ja, verderop liggen er nog twee. Moet je maar eens gaan kijken. Dus nou ja, hier liggen ze. Die schildpadden liggen er hier nu drie op een rijtje dan. Maar dat zullen er ook nooit echt meer worden. Want het is in Nederland is het klimaat niet goed voor die beesten om zich voor te kunnen planten. Dus wat er nu hier leeft, dat zal het ook altijd blijven. En het grappige is, in Nederland kan je dus wel meer van dit soort schildpadden. Eigenlijk in heel veel van dit soort watertjes kan je ze tegenkomen. Die zijn dan gewoon door mensen uitgezet. En ze kunnen hier wel overleven. Maar voortplanten, dat lukt dus niet. Dit zijn waarschijnlijk roodwangschildpadden. Ik zag namelijk hier aan de zijkant zag ik een rode vlek op hun kop. En dat is een roodwangschildpad. En daarnaast zijn er nog drie andere soorten schildpad die je ook in Nederlandse wateren vaak tegenkomt. Maar ja, wel allemaal uitgezet. Dus het is een hele bijzondere ontmoeting. De reden is meestal iets minder leuk omdat ze hier gewoon uitgezet zijn. Maar ja, als ze er dan toch zitten, dan kan je er maar net zo goed even voor stoppen, toch?